Voorziening in ontstaande vacature resortsraden para. In het district para zijn 5 resortsraadsleden van 4 resortsraden benoemd. Op donderdag 14 maart is voorzien in de ontstaande vacature van 5 RR-leden van 4 resortsraden in dit district. Voorafgaand heeft het Centraal Hoofdstembureau per procesverbaal de nieuwe kandidaat RR-leden kenbaar gemaakt, waarna zij hebben bewilligd en de voorgeschreven eed of belofte hebben afgelegd bij de districtscommissaris Armand Jurel. De geloofsbrieven van de 5 nieuw beëdigde leden zijn meteen onderzocht door de respectievelijke resortraden en zij werden toegelaten. Jurel moedigde de nieuwe RR-leden aan om meteen aan de slag te gaan met het politiek-bestuurlijk werk. Volgens de burgervader moeten de raden het vertrouwen bij de gemeenschap winnen en zoveel als mogelijk ondersteunend zijn aan het districtsbestuur. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.